met zijn volle krantentas. Ja hoor, in die tas brengt hij ons de krant van Bas. Hé hé, kinderkrant, alle dingen aan de kant. Hé hé, kijk je mee naar de krant van Bas op de tv. Nou, we hebben weer een grapje vanavond. En ik hoop dat je weer bereid bent om toe te kijken en het zelf eens te proberen. Moet je kijken, ik heb hier een spijker. Die zet ik op zijn kop. Daar neer. En dan heb ik hier een stapeltje lucifers. Dat is munitie. En die ga ik afschieten op het doel. Nou, dat is dat niet zo erg mooi. Hè? Wat denk je? Zou het mij lukken om vanaf deze afstand, op een of andere wijze, die spijker om te schieten? Lijkt me sterk, maar... Lijkt sterk, hè? Je zou wel geoefend hebben. Nauwelijks. Hé, hey, Poes. Onze Poes komt ook Wat kom jij doen? Waar ga je naartoe? Hij is ook erg benieuwd of jij het Ja, ik denk het ook. Hij is erg nieuwsgierig vandaag. Nee, je kijkt. Nou, goed. Heel veel geoefend heb ik niet. En ik hoop dat het lukt om je te laten zien dat dat een kunstje is wat iedereen zonder veel oefening kan. Dus scherpschutter zonder ervoor geoefend te hebben. Daar gaat hij. Ja, het zal mij benieuwen. Hè? Om. Nou, wat dacht je daarvan? Het ging erg snel, ik kon niet zo goed volgen. Dat had je niet gedacht, hè? Nee. Zal ik het nog een keer proberen? Ja, doe eens. Nou, dan gaat hij. Nou, het wil ook wel eens niet lukken, hoor. Misschien lukt het nou niet. Maar dan heb je in ieder geval gezien dat het kan. Kwestie van goed richten. Ja. Ah, schoot tegen mijn vinger aan. Nou, ik zei het al dat het wel eens kan mislukken. Ja. Dus. Een dikkere spijker nemen, joh, volgende keer. Ja, dat is een kwestie van goed richten, hè? Oh, ja. Nou? Ja, hoor. Pang. Om. Een andere bril nemen. Nou, je ziet, het gaat wel eens, het kan wel eens misgaan. Maar meestal lukt het toch op die afstand. En dan vraag je je natuurlijk af hoe dat nou mogelijk is. Nou, dat kan ik dan straks nog wel even vertellen. Maar ja, jij ik moet wil straks... het eerst proberen. Goed, jij moet het straks ook maar eens proberen. Dan zal je zien dat het niet zo erg moeilijk is. Ja, en dan gaan we beginnen met Lanny die flap uit zal doen. Jo, laat je niks wijs maken. Dat geloof je toch zeker niet? Allemaal sprookjes. Hebben ze dat ook wel eens tegen jou gezegd, toen je het een keer over de Heer Jezus had? Heel veel mensen vinden het maar moeilijk om alles te geloven wat er in de Bijbel over de Heer Jezus staat. En eigenlijk is dat ook wel een beetje te begrijpen. Moet je maar eens kijken. In de Bijbel staat bijvoorbeeld dat hij geboren werd zonder dat hij een aardse vader had. Hij werd geboren uit een maagd, een meisje, zonder dat er een man aan te pas was gekomen. Ah, dat kan niet, zeggen ze dan. Ieder kind moet toch een vader hebben gehad? Anders kunnen er geen kinderen geboren worden. Dus daar zetten ze een groot vraagteken bij. Dan staat er verder dat de Heer Jezus veel wonderen heeft gedaan. Veel mensen heeft hij genezen en zelfs doden opgewekt. Ach, hoe kom je erbij? Dat kan toch helemaal niet? Zet daar ook maar een vraagteken bij. Dat hij op een gegeven moment gestorven is, dat kunnen ze nog wel geloven. Want dat overkomt iedereen. Maar dat hij daarbij de schuld droeg van iedereen, dat is weer een onbegrijpelijke zaak, vinden ze. En als er dan ook nog staat dat hij na 3 dagen weer levend geworden is, dan komt er weer een groot vraagteken bij. Of hij is niet echt dood geweest, zeggen ze dan. Of ze hebben zijn lichaam stiekem uit het graf gehaald en ergens verstopt. En net gedaan of hij opgestaan was. 40 dagen na zijn opstanding zagen zijn volgelingen hem naar de hemel gaan. Onmogelijk, zeggen ze dan, want dan zou hij gevlogen moeten hebben. Weer een vraagteken. Nu zou hij dus in de hemel moeten zijn, maar waar dat is, weet ook niemand. Dus nog maar een vraagteken. En dan lezen we nog dat hij na verloop van tijd nog eens terug zal komen, op dezelfde manier als hij is weggegaan. Dat moet je dan nog maar afwachten, is het commentaar. Daar wachten jullie al bijna 2000 jaar op. Dat is dan het laatste vraagteken. Als je al die vraagtekens ziet, dan kun je daar eigenlijk weinig tegen inbrengen, vind je niet? Want hoe zou je nou moeten bewijzen dat het toch allemaal waar is? Toch kan het wel, hoor. Ik zal het je zo laten zien. Maar eerst gaan we even kijken naar Bas en Barbara. Zou jij iemand die nog nooit van zijn leven een tv-toestel heeft gezien kunnen uitleggen wat het voor een ding is en hoe het werkt?
Nou, Bas wel hoor. Het was niet zo eenvoudig. Maar met hulp van Barbara lukte het aardig. Ik zal je het hele verhaal vertellen. Hé, Barbara, roept Bas op een avond van achter zijn krant. Moet je dit eens lezen? Net wat voor ons. Nou, lees maar eens voor, zegt Barbara, die net met de koffie binnengekomen is. Ik ben benieuwd. Logeeradressen gevraagd, leest Bas. Enkele jonge mensen uit Centraal-Afrika zoeken voor 2 weken een gezellig thuis om kennis te maken met het huiselijke leven in ons land. Enige kennis van de Franse taal is gewenst. Nou, zegt Barbara, gezellig zijn we zeker. En het zou meteen een mooie gelegenheid voor je zijn om je Frans weer eens wat op te halen. Oh, ce n'est rien, zegt Bas. Dat stelt niks voor. Frans is altijd al mijn lievelingstaal geweest. Maar wat denk je ervan? Zullen we er een te logeren vragen? Ik heb er niks op tegen, hoor, antwoordt Barbara. We hebben tenslotte niet voor niks een logeerkamer. Oké, zegt Bas. En een paar weken later is een logeer gearriveerd. Carva heet hij. Hij voelt zich nog wat onwennig in de vreemde omgeving en in zijn nieuwe kleren. Maar na een lekker kopje koffie van Barbara komt hij wat los. Gelukkig spreekt hij goed Frans. En Bas kan zich ook aardig verstaanbaar maken. Terwijl hij zo eens rondkijkt, staart hij plotseling naar de hoek van de kamer. Qu'est-ce que c'est que ça? Waarom staat dat hier? Oh, antwoordt Bas, dat is een televisieapparaat. Weet je niet wat dat is? Met dit apparaat kun je allerlei dingen zien die ergens anders gebeuren. Hoe kan dat nou? Zegt zijn logeer verbaasd. Bas probeert het hem uit te leggen. Tiens, zegt hij in zijn beste Frans. Ergens anders ver weg nemen ze iets op met een camera. Dan gaat het door allemaal draadjes en toestellen naar de zender die vanuit een hoge toren dat allemaal de lucht instuurt. Dan komt het ook hierheen. En wij vangen dat dan weer op met een dingetje op het dak. Een antenne noemen ze dat. En via een draadje komt het dan naar beneden en dan kun je het hier in de kamer zien. Snap je? Bas ziet natuurlijk wel dat Carva er helemaal niets van snapt. Wacht eens, zegt Bas terwijl hij een papiertje pakt. Ik zal het even voor je uittekenen. Zo goed en zo kwaad als het gaat, tekent hij hoe een tv-camera iemand opneemt. En hoe het beeld en het geluid dan naar de zender gaan. Dan tekent hij een antenne op het dak, die dat weer uit de lucht opvangt. En hoe het dan via een draadje in het tv-toestel terechtkomt. Vol verbazing staart Carva naar de tekening op het papier. Dan staat hij plotseling op en gaat naar buiten. Hij kijkt eens in de lucht, laat zijn blik gaan over het dak van Bas, waar hij inderdaad de antenne ontdekt. Maar dan schudt hij zijn hoofd en komt teleurgesteld weer binnen. Ik geloof er niks van, hoor. Buiten zie je niks, je hoort niks en je voelt ook niks. Terwijl Bas een beetje moedeloos het hem nog eens probeert uit te leggen, komt Barbara binnen met wat noten en zoutjes. Waar zijn jullie toch mee bezig, zegt ze. Het zweet staat helemaal op je voorhoofd. Nou, zegt Bas met een zucht, probeer jij maar eens uit te leggen hoe een tv-apparaat werkt. Is dat alles? Vraagt Barbara. Alles, zegt Bas een beetje in zijn wiek geschoten. Moet eens kijken wat ik allemaal geprobeerd heb om het hem duidelijk te maken. Hier, een heel schilderij heb ik gemaakt. En nog snapt hij het niet. Want van een camera heeft hij nog nooit gehoord. En hoe je iets kunt uitzenden de lucht in, daar begrijpt hij niks van. En dat er muziek en beeld door de lucht gaan zonder dat je er wat van merkt, dat is onbegrijpelijk. En hoe een antenne dat weer uit de lucht kan halen, dat breng je hem ook niet aan zijn verstand. En omdat hij dat allemaal niet begrijpt, kan hij ook niet geloven dat het waar is. Trouwens, zelf snap ik er ook niet zoveel van. Jij? Och, zegt Barbara, dat hoeft toch ook helemaal niet? Je hoeft toch niet alles eerst te begrijpen voordat je het gelooft? Ja, zegt Bas een beetje snibbig. Probeer hem dat maar eens wijs te maken. Helemaal niet moeilijk, hoor, zegt Barbara terwijl ze naar het tv-apparaat stapt. Je maakt het allemaal veel te ingewikkeld, joh. Ondertussen weet Carva niet zo goed waar hij kijken moet. Hij zou toch bij gezellige mensen terechtkomen? En nu lijkt het er bijna op dat ze ruzie met elkaar hebben. Maar gelukkig, Bas zijn gezicht klaart op. Barbara zal het je wel even uitleggen, zegt hij met een fijn lachje. En ik zal het voor je vertalen. Helemaal niet nodig, zegt Barbara zelfverzekerd. Ik kan het wel zonder woorden. Je moet gewoon op de knop drukken. En dan is het probleem zo opgelost.
3. Carva weet niet wat hij ziet. Dan is het toch waar, roept hij verbaasd. Incroyable. Zie je het nu, zegt Bas onverstoorbaar. En hij probeert zijn mooie tekening nog even onder de aandacht te brengen van zijn logé. Wanneer je ziet dat er een echt programma op het scherm komt, dan moet de antenne het hebben opgevangen. En dan zat het programma ook in de lucht. En dan werd het ook uitgezonden. Dan moet het ook zijn opgenomen met een camera ver weg. Het is wel moeilijk om het te begrijpen, maar het is niet moeilijk om het te geloven. Omdat je gewoon merkt dat het zo is. Maar Carva luistert al lang niet meer naar het ingewikkelde verhaal van Bas. Hij vindt het programma veel interessanter. Gelukkig is het kleine huis wat ze zien. Want als het de kinderkrant zou zijn geweest, dan had Bas ook nog eens moeten uitleggen hoe hij op de beeldbuis kon verschijnen, terwijl hij op hetzelfde moment ook in de kamer zat. En ik denk dat zelfs Barbara daar niet zo gauw een eenvoudig antwoord op had geweten. Nou, je hebt wel gezien dat er veel dingen zijn die we niet kunnen begrijpen, maar die toch waar zijn. En zo is het nu ook met de dingen over de Heer Jezus, waar we het in het begin over gehad hebben. Weet je wel, waar ook al die vraagtekens bij stonden. Die zijn ook niet makkelijk te begrijpen, terwijl ze toch waar zijn. Maar wacht nou eens even, zeg je nu misschien. Dat is makkelijk gezegd. Hoe kom je nu aan de weet dat het allemaal waar is? Bij al die onbegrijpelijke dingen van de tv was er tenminste nog de mogelijkheid om te laten zien dat het allemaal waar was. Je kon op de knop van het tv-apparaat drukken en dan merkte je dat vanzelf. Maar hier heb je die mogelijkheid nergens. Wij leven volgens de Bijbel ongeveer hier. Maar daardoor ligt alles ver buiten ons bereik. Je kunt nergens bij om te bewijzen dat het waar is. Maar weet je, we zijn hier nog wat vergeten. We zullen het rijtje nog eens langs gaan en er dan meteen de feestdagen bij zetten die erbij horen. Dan zie je vanzelf wat we vergeten zijn. Eerst hebben we de geboorte van Christus. Daar hoort het kerstfeest bij. Dan hebben we het gehad over zijn wonderen. Daar is geen bepaalde dag voor. Wel voor het sterven van de Heer Jezus. Daar denken we aan op Goede Vrijdag. Zijn opstanding uit de dood vieren we op het paasfeest. En zijn hemelvaart op Hemelvaartsdag. En tenslotte hebben we het over zijn terugkomst gehad. Waar nog geen speciale feestdag voor is. Want dat moet nog gebeuren. Maar hebben we nu alle christelijke feestdagen gehad? Nee, hè? Want Pinksteren is er nog niet bij. En dat is nu precies wat we nodig hebben. Want wat is de betekenis van Pinksteren? Op het Pinksterfeest denken we terug aan de dag waarop de Heere Jezus ermee begonnen is zijn geest aan de mensen te geven. En tot nu toe doet hij dat nog steeds. Als we bij hem willen horen en ons aan hem toevertrouwen, dan komt zijn geest, zijn leven in ons. Kijk, en dat is iets wat je merken kunt, wat je ervaren kan. Ik ken iemand die ook veel moeite had met die dingen waar al die vraagtekens bij staan. Maar op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf, als de Heer Jezus er nou echt is, dan is hij de enige die weet wat goed voor me is. Waarom zou ik me dan niet aan hem toevertrouwen en hem vragen mijn leven binnen te komen en me te leiden? En weet je wat het geweldige was? Dat hij na verloop van tijd ging merken dat de Heer Jezus het ook deed. En het gevolg was dat hij toen geen problemen meer had met de dingen waar al die vraagtekens bij stonden. Kijk, als je gaat merken dat de Heer Jezus er is en met zijn geest in je leven komt, dan moet hemelvaart ook echt gebeurd zijn. Dan is de Heer Jezus ook opgestaan uit de dood. En dan is het ook waar wat er over zijn aardse leven is geschreven en over zijn geboorte. En dat hij terugkomt, is dan ook geen vraag meer. Daarom kun je wel blijven zeuren over alles wat je niet begrijpt, wat je niet geloven kunt. Maar dan kom je nooit verder. En dan zul je ook nooit iets ervaren van de Heer Jezus en van zijn liefde voor je. Laten we daarom maar beginnen met wat we van hem kunnen ervaren. Hij belooft dat hij ons leven binnenkomt als we ons aan hem toevertrouwen. En als je dat doet, ga je merken dat hij er is en ook van jou houdt. Dan zijn al die vraagtekens geen probleem meer voor je. Dan weet je gewoon dat het waar is. Ook al begrijp je het nog niet helemaal.
Nou, dan moeten we nog eens kijken naar onze scherpschutterij, hè? Ja. Nou, welke afstand denk je te beginnen? Nou, niet zo ver, maar eerst, hè? Ja, een beetje. Tenslotte ben ik maar een beginneling. Ja, zo is het. Nou, ik heb ook dagen geoefend, hoor, zogenaamd. Even kijken, hij moet op je vingers. Ja, dus het is belangrijk dat je goed richt, hè? Dat je... En niet te hoog. Niet te hoog, en nee, dan schiet je eroverheen. En dan moet je inderdaad aan de zijkant schieten. Niet van bovenaf, maar aan de zijkant. Zo, hè? Ja. Oh, mis. Vlak te langs, joh. Oh. Schiet ik tegen mijn hand. Nou? Wat zeg je me daarvan, hè? Je staat voor jezelf te kijken, hè? Het was niet zo moeilijk. Nou, je ziet dus dat het vrij eenvoudig is. Je kunt de afstand ook vergroten. En dat hij toch omgaat, dat komt omdat je hem niet... Als je hem zo schiet, werkt het niet. Als je hem zo schiet, dan geef je die lucifer een draaiing mee. En dan is de kans dat je die spijker raakt veel groter. Alleen je ziet het niet, omdat die draaiing enorm vlug gaat. En dat is het geheim van de smiddag. Daar wordt je trefkans wordt vrij groot. Nou, het leuke is dat je hiermee, omdat het natuurlijk wel eens misgaat... dat je leuke wedstrijdjes kunt organiseren. Je legt iets op tafel of je trekt een streepje met het een of ander... en je gaat samen afspreken vanaf die plaats, gaan we schieten... en nou, hoeveel missers en hoeveel treffers op de zoveel schoten haal ik. Dus je kunt er hele leuke wedstrijdjes mee organiseren... voor verjaardagspartijtjes en wat al niet. Dus veel plezier hiermee. Dag.